Zo, so, met Brian in de tuin. Zoals u weet, gisteren heb ik een chrysaante die er niet zo goed uitzag. Het was helemaal, ja, de bladeren hangen, je kan, als het ware, aan het uitdrogen was. En vandaag wil ik u wijzen hoe de chrysanten nu eruit ziet om later overgeplant te worden. Dus gisteren had ik hem gezet in water en hydroperoxide. En vandaag, kijkt u het, het ziet er fris uit. En zo kan ik hem dan nu gaan overplanten in de andere aarde. Maar wanneer ik hem heb overgeplant, gaat het niet meer voorlopig in de zon. Dus de chrysanthe gaat moeten herstellen. Kijk u het is een gele dus dit had ik gewoon gekocht hoor er, het zag er niet zo mooi uit dus daar heb ik hem toch genomen om hem te herstellen en ja kijk hem vandaag ziet het er fris uit heel goed Dus later op de dag ga ik hem in zijn nieuwe aarde zetten. En ja, laat hij mooi groeien weer. En dan kijken we weer hoe het eruit ziet. Kijk u hier naar de aarde. Mooi water gezogen. Dan ziet u wat peroxide kan doen. De plant weer herstellen. En dat is het voor deze mooie middag. Tot de andere keer weer.